Hem voor een weekend. Het is gisteren bekendgemaakt. Het waren twee hele mooie weken. Maar toch is bekendgemaakt in een persconferentie dat het nachtleven weer volledig in het slot gaat. We hebben het er net al kort even over gehad. Festivals, clubs, kroegen, testen voor toegang. Het mag allemaal van de ene op de andere dag niet meer. En daar zijn heel veel mensen best wel boos over. Bijvoorbeeld Darko Esser. Hij is danceprogrammeur van Don Roosje en draait onder het alias Trippio. En hij is ook best wel een grote man hier aan Berlijn, aan de Waal. En goedenavond Darko en fijn dat je ons te woord wil staan hierover. Ja, goedenavond en bedankt dat ik hier met jullie mag spreken. Hey, welke woorden gingen er nou rond in jouw hoofd toen je dat nieuws hoorde? Het was echt een mengelmoes van allerlei verschillende emoties. In het begin voerde boosheid een beetje de boventoon. Van hoe kan dit nou weer? Wat maak je ons nou? Weet je wel, we hebben het hier al 16 maanden zo ontzettend zwaar gehad. We hebben ons supergoed gedragen. Het wordt in één keer allemaal opengegooid, waar binnen de sector ook al wat twijfels over waren. Ja, is dat wel zo verstandig? Maar goed, wij moeten alles weer aanzetten. Dus iedereen is van 0 tot 100 gegaan in een week tijd. Om dan een week later weer te horen van dat het allemaal weer de prullenbak in kan. Dus dat, ja, de eerste reactie was boosheid. En ook verdriet, weet je wel, van dat je als sector en zeker de jongere generatie niet gehoord wordt en niet gezien wordt door de overheid. Dat is de indruk die ze bij ons achterlaten. En ook gewoon ongeloof en verbijstering. Vooral toen ik de persconferentie hoorde, dacht ik van, er is gewoon geen enkele vorm van empathie of compassie kan ik hierin terugvinden. Had je het zien aankomen? Dit? Ja. Niet letterlijk dat het op deze manier afgehandeld zou worden, had ik niet zien aankomen. Vooral omdat, we hadden wel een aantal parameters waar langs dat gemeten werd. Dat waren IC-opnames en ziekenhuisopnames. Daar is geen stijging in op dit moment. En toch wordt de rekening gepresenteerd bij de generatie die in mijn ogen gewoon het meest geleden heeft tijdens deze crisis. Dat zijn de jongeren. En de cultuursector en de evenementensector die veilig evenementen hebben bewezen te kunnen organiseren. Zeker als je kijkt naar de poppodia en de festivals. Die met Field Lab allerlei experimenten hebben gedaan. En dat advies gewoon niet wordt meegenomen in deze afweging, vind ik gewoon verbijsterend. Nou, wat ik me eigenlijk wel afvraag, even tussendoor. Even los van het feit dat jouw sector natuurlijk enorm wordt getroffen hierdoor. Wat vind je van het feit dat deze maatregelen worden genomen nu? Dat er nu maatregelen worden genomen omdat het aantal infecties uit de hand lopen. Ja, kijk, ik vind wel gezondheid gaat boven alles. En dat is absoluut het allerbelangrijkste. Maar ook dat lijkt niet aan de hand. En ik begrijp dat je wel moet ingrijpen als er weer heel veel infecties zijn. Maar wat ik dan niet begrijp is dat in ook in delen gebeurt waarin bewezen veilig opengegaan kan worden. Dat die hierin meegenomen wordt. Dat lijkt vrij selectief. Ja. Weet je wel, van waarom gooi je Schiphol niet dicht? Want op deze manier komen allemaal nieuwe varianten Nederland binnen. Ja. Die uit vakantiegebieden worden geïmporteerd. Dus het is eigenlijk waarom de mensen die op vakantie willen gaan, die worden eigenlijk een soort van voorgetrokken ook in deze. Ja, die indruk wekt dat absoluut. Ja. We maken ons druk over het feit dat we misschien op rood of donkerrood komen. Wat de andere Europese landen in onze klas daar wel niet van gaan denken. En dat misschien de mensen niet op vakantie kunnen gaan. Dus daar worden duidelijk prioriteiten gesteld. Ja. Ik kan me gewoon niet aan die indruk onttrekken dat voorrang heeft. Maar even op zakelijk gebied, hè. Wat betekent dit nou voor de hele industrie? Er waren al heel veel festivals op de planning. Ik zag een artikel in de Gelderlander staan over Free Your Mind, 31 juli. Vorig jaar ging het niet door. Dit jaar zou het dan eindelijk doorgaan. Er was een hele line-up en nu in één keer valt het allemaal in het water. En het is in een tijdsbestek van eigenlijk 2 weken. Wat doet dit met de industrie? Laat ik even beginnen met mentaal. Want dat vind ik het belangrijkste. Weet je, als je zo lang op non-actief hebt gestaan, je zo coöperatief hebt opgesteld naar de overheid en allerlei denktanks hebben, organisaties en crews en mensen uit de dansing plaatsgenomen mee te denken om te kijken hoe we dit op een goede manier open kunnen gaan als het zover is. Het is super coöperatief, is er gewoon met de overheid meegedacht. En op het moment dat je het startlicht kijkt, dan iedereen had een soort van euforie van ook tegelijkertijd van, oh, wauw, we kunnen gewoon weer doen waar we goed in zijn, waar we al die tijd op gewacht hebben. En dan 2 weken later wordt verteld, nee, het gaat toch allemaal niet door. Ja, dat is gewoon een mokerslag.
dat komt veel harder aan dan het cancelen van de festivals vorig jaar bij velen. En zo vaak het zelf ook. Dit is gewoon een veel hardere klap, mentaal gezien, dan wat er vorig jaar heeft plaatsgevonden. Vooral omdat er dus ook weer zijn vaccins, er worden mensen gevaccineerd. Het aantal mensen wat besmet loopt heel hard op, maar tegelijkertijd in de ziekenhuizen is op dit moment het effect nog niet te zien. Het voelt heel onrechtvaardig, laat ik het zo zeggen. En daarnaast is er natuurlijk ook een economische klap voor zeker veel ondernemers. Ik heb wat tragische verhalen gehoord van mensen die al hun spullen hebben bijvoorbeeld moeten verkopen en een kleine geluidsbedrijfje runnen. Gewoon ander werk aanmeten omdat ze bijvoorbeeld niet goede SBI-codes hebben. En vervolgens wordt dit aangekondigd, gaan in al hun optimisme en enthousiasme weer investeren in de toekomst, kopen allemaal geluidsapparatuur om 2 weken later te horen van het gaat niet door. Ja. En er zit gewoon veel menselijk leed ook achter, naast financieel leed. Het is bizar eigenlijk. En het is een beetje uitzichtloos. Nou ja, 13 augustus, tot en met 13 augustus mag en kan er niks. Nu hoor ik ook mensen om mij heen zeggen van, ah joh, het is maar een paar weken zo. Dan kun je toch wel volhouden. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik vind dat soort opmerkingen, als ik even heel eerlijk en duidelijk mag zijn, dan een behoorlijk gebrek aan empathie uitstralen. Want je praat hier wel tegen mensen die al 16 maanden van houtje hebben lopen bijten. Ja. En lopen wachten tot ze eindelijk weer wat hebben kunnen doen. Daarnaast werkt de evenementindustrie niet zo. Het is niet iets wat je aan en uit kan zetten. Er komt heel veel personeel bij kijken. Er komt heel veel logistiek bij kijken. Er worden vaak artiesten ingevlogen. Er moeten tenten gebouwd worden. Er moeten roosters gemaakt worden voor horeca. Security, toiletten, ga zo maar verder. Dat is niet iets wat je even in een dag doet. De voorbereiding van veel evenementen kost gewoon maanden tot een half jaar tot een jaar. Als je naar de echt grote kijkt. Dus dat is niet iets wat je 13 augustus op gaat zitten wachten. Als je een heel groot evenement runt, zoals bijvoorbeeld Lowland of Mysteryland. Je kan dat niet even aanzetten op die datum. Dus het heeft veel verdergaande implicaties dan even een paar weekjes wachten. Ja. In het interview bij Open Source Radio zei je vanmorgen dat het belangrijk is dat jongeren nu van zich laten horen. Zeker nu en zeker in grote getalen. Op welke manier denk jij dat dat moet gaan gebeuren nu? Ik denk dat er vooral is achter de schermen voor goed gepraat moet worden hoe we daar gestalte aan kunnen geven, hoe we mensen kunnen mobiliseren. Er zijn genoeg, zeg maar, bewegingen die daar veel meer ervaring mee hebben dan wij dat doen. Uiteindelijk organiseren we wel events, maar dit is een hele andere vorm van mobilisatie. Weet wel hoe we promotie kunnen doen en dergelijke, maar ik denk dat we heel veel kunnen leren van andere bewegingen zoals Black Lives Matter of Extinction Rebellion, weet je wel, die al grassroots ervaring zat hebben, hoe je mensen kan mobiliseren en achter je doel krijgen. En ik denk eerst dat dat soort gesprekken moeten gevoerd worden en vooral niet overhaast nu van allerlei dingen gaan doen omdat we boos zijn. Weet je, laten we die boosheid dan ook gaan kanaliseren en omzetten naar iets constructiefs, naar een echte beweging met duidelijk geformuleerde doelen waar we allemaal achter kunnen staan. En hoe we dat precies moeten doen, dat moeten we nu gaan ook een beetje gaan uitzoeken als het aan mij ligt. Ja, het moet allemaal net als die maatregelen van Stel op Sprong. Ik denk dat we met z'n allen heel sterk zijn en dat we ook er echt wel mee wat kunnen gaan bereiken. Heb je zelf een idee hoe je jezelf hiervoor wil gaan inzetten? Want je bent natuurlijk al heel druk bezig vanmorgen, dus dat interview bij Open Source. Is er al wat meer, wat ontwikkeling, staat er meer op de planning? Ja, dit is natuurlijk, het stof is nog aan het dalen op dit moment, maar ja, ik zou graag, zeg maar, de middelen en het netwerk wat op mijn beschikking staat en mijn ideeën en mijn tijd met mensen willen delen om te kijken hoe ver we kunnen komen. Misschien in denktanks plaatsnemen, connecties maken tussen verschillende velden. Ik heb als programmeur tussen allerlei werelden ingezweefd wat dat betreft, weet je wel. Dus dat ik denk dat daar misschien ook wel een deel van mijn kracht ligt, dus dat ik juist die connecties kan maken. Ik hoef niet zozeer zelf op de voorgrond. Ik heb liever dat jongeren daarin ook het platform krijgt, het woord. Ik wil graag helpen om dat platform te creëren voor ze, waardoor ze zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Ik ben heel benieuwd hoe dit zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Hou ons in ieder geval op de hoogte, want dat vinden we wel leuk. Oh, dat gaan we zeker doen. We houden hier absoluut contact over. En nogmaals, heel erg bedankt voor de mogelijkheid om hier even mijn woede te kunnen ventileren, zeg maar. Dat moet ook gewoon kunnen, want we zijn allemaal toch wel een beetje boos, of niet uiteindelijk, nu we naar het nieuws. Ja, precies. Ja, dit raakt ons allemaal op een bepaalde manier. Ja, precies. Darko, dankjewel en ik wens je succes met die denktanks oprichten en ik doe eraan mee.
Dankjewel. Hey, nog een hele fijne avond. Fijne avond. Doeg. Doei. Doei. David Bowie en Heroes op RN7. En Heroes, dat waren ze onder andere bij De Achtertuin, waar ze een heel programma voor de komende zomer hadden samengesteld. Ja. En wat ook helemaal in het water is gevallen inmiddels. Ja, de nieuwe maatregelen die liegen er niet om. We hadden net gesproken met Darko Esser, dansprogrammeur van Doornroosje. En nu gaan we dus praten met De Achtertuin, die dat hele programma hadden gecreëerd voor de Vierdaagse. Vol programma met onder andere Goldband in De Achtertuin. Het is ook van de een op de andere dag geschiedenis. Een soort van geschiedenis eigenlijk. En aan de telefoon hebben we daarvoor Brent Roosendaal. Brent, goedenavond. Goedenavond. Hey, goedenavond. Wat was nou het eerste dat jij dacht toen je hoorde dat deze maatregelen werden genomen? Het is een soort van ongeloof. En het kwam heel plotseling. Aan de andere kant zag je ook wel toch wel wat signalen. Kijk, het lekt al van tevoren uit. En je ziet de besmettingen oplopen. Ja, ik weet niet. Het is gewoon een soort van deceptie, teleurstelling, verdriet. Die drie dingen vooral. Ook een stuk ongeloof. Het is gewoon, we zijn al anderhalf jaar aan het medewegen, aan het veranderen, aanpassen. Als ik voor mezelf spreek, dan is het op een gegeven moment, merk je gewoon dat de rek er een beetje uit begint te raken. We waren echt aan het bouwen, keihard gewerkt om nog een mooie Vierdaagse week tot stand te brengen. En sowieso gewoon heel veel programma's in de planning. En het hele team is een slag in de rond gewerkt om het allemaal gedaan te krijgen. Om het gecommuniceerd te krijgen, om het geproduceerd te krijgen. We hebben als een malle een heel nieuw team ontwikkeld. 5 mensen vast aangenomen om nu versoepelingen te kunnen voldoen aan de vraag en ook aan onze eigen ambities. Daar zaten we volop in en we hadden een prachtig programma voor de Vierdaagse. En dit is gewoon keihard. Dus we zijn dat allemaal nog aan het verwerken. Ondertussen we doen meer dingen dan ook Dricht. Maar het Bierfestival vindt nu plaats in Arnhem. Dat kan gelukkig wel doorgaan. Dus het hele team, eigenlijk sinds de versoepelingen staan we gewoon aan en zijn we keihard aan het werk. Dit is gewoon, het is een beetje onvoorstelbaar eigenlijk dat we nu weer in deze situatie zitten. Want je zijn anderhalf jaar lang zijn jullie bezig geweest met het samenstelling van het programma, heb ik dat goed gehoord? Nee. Het is meer van, kijk, corona is anderhalf jaar. Ja. We doen meer dan de Achtertuin, we doen ook Dricht, we doen ook Smaak, maar... En we zijn al anderhalf jaar, ruim anderhalf jaar, alleen maar dingen aan het aanpassen natuurlijk. En kijk, dat is logisch. Maar op een gegeven moment, in deze periode, als het in één keer allemaal versoepeld wordt, toen waren wij zelf ook allemaal verbaasd. Van jeetje, wat gaat het snel? Echt ook wel vraag van, gaat dat goed? Maar je vertrouwt ook dat mensen die verstandig mogen daar een verstandige keuze over maken. Het is gewoon totaal in de soep gelopen. Dat heeft de Achtertuin bestaat een jaar, maar daarvan zijn we ruim een half jaar dicht geweest. Dit is gewoon heel ernstig en problematisch voor onze zakelijke bedrijfsvoering. En je merkt ook dat het gewoon psychisch en emotioneel gewoon, het wordt gewoon steeds zwaarder. Oké, okay. Hey, maar die Vierdaagse week, die stond dus gepland. Er stond eigenlijk voor bijna iedere dag wel een heel programma stond er klaar. De kaartjes waren ook al dik uitverkocht. Tenminste, toen ik zelf keek, toen ik kon er niet eens meer bij komen. Ik was echt in 5 minuten en we hadden 7 dagen een rampvol programma. Met allemaal mooie partners, een aantal programma's die we zelf hadden samengesteld. Met bandjes en DJ's op Roze Woensdag, Honey, een heel... queer programma met allemaal acts. We hadden er gewoon onwijs veel zin in. Zakelijk is die week ook gewoon onwijs belangrijk voor ons, weet je wel. Dus die valt weg. Het is gewoon een catastrofe, serieus. En hoe is dat dan nu eigenlijk? Want iedereen heeft die klap gekregen. Wordt er dan meteen al gekeken naar een nieuwe mogelijkheid voor tijdens de Vierdaagse? Want zit-evenementen, dat zou in principe wel mogen. Is dat een idee of is daar nog helemaal niet eens over gesproken? Ja, nee, de plan stond klaar, maar we mogen geen entertainment programmeren. Dus er mag echt helemaal geen reet. Het is echt onvoorstelbaar. Dus wij gingen ook nog wel uit van, weet je wel, dan zal het wel een soort cheater programma zijn. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. En dat was, binnen de mogelijkheden was het gewoon prima werkbaar en echt leuk. En mensen zijn blij dat er wat gebeurt.
Ja, nu zouden we 7 dagen voor het eerst echt gaan dansen. Ik bedoel, we zijn voor jullie ook gegaan. Tot die tijd hebben we eigenlijk niet kunnen doen wat we voor ogen hadden. En 26 juni was dan de eerste dag dat het kon. Toen hadden we, hebben we op het laatste moment dus nog een eigen hiphopfeest gestart, Get Down. En het was een succes. En 30 juli hebben we met de Rift een openingsdans gedaan. En het was gewoon fantastisch om te zien hoe de achtertuin erbij staat als er allemaal mensen aan het dansen zijn. En dat is ook wel zoals we het aanvankelijk allemaal uitgedacht hadden en gepland. Ja. Er staan natuurlijk wel andere festivals op de planning. Ik heb Subcultuur heel even kort erover gesproken. Die zeggen dat er nog gekeken wordt omdat het op 13 augustus plaatsvindt. Of het nog niet verplaatst kan worden een dag later. Dat was een wisseling met festivals. Ik kan me voorstellen ook voor de werknemers gewoon echt een enorme klus om dit weer recht te trekken ergens. Om het ergens weer die voldoening eruit te halen. Ja, nee, je hebt gewoon successen nodig. Kijk, en op een gegeven moment is de week eruit. En wij hadden een weekend. Het eerste echte grote weekend was vanaf 30 juni tot en met 1 april of 2 april. Was eigenlijk van woensdag tot en met zondag hadden we het programma. De achtertuin zitten bloemen buiten. En eigenlijk dat weekend, dat programma, dat was eigenlijk het openingsweekend wat we in april gepland hadden. Dat hebben we vanaf april doorgeschoven tot 30 juni. Dus dat kun je nagaan, weet je wel. En met ons programmeur die is alleen maar uren aan het maken. Ja, voor niks, weet je. En het is allemaal begrijpelijk, maar je merkt wel dat het pijnlijk doet. En je hebt gewoon het gevoel dat het, we zijn gewoon boos, weet je. We zijn gewoon, ons is iets echt ernstig fouten gemaakt. Het systeem werkt niet, het is te vroeg gegaan. Het is, weet je, deze keuze is ook zo rigoureus. Wij denken dat er echt wel andere oplossingen zijn. En kijk, het systeem is ingevoerd. Er is niks geen begeleiding geweest. Niet voor de clubs, niet voor de bezoekers. Weet je bent naar een website toegeleid. Ja, tuurlijk gaan mensen smokkelen, weet je wel. Het is gewoon een zooitje. En nu ligt een heleboel weer overhoop. Wij zitten echt, we zitten toch wel een beetje zak en as van hoe het nu. We gaan gewoon open en we kunnen terras draaien. En dat is ook echt allemaal hartstikke leuk. Maar dus we hadden het gewoon een heel anders voorgesteld. En je zet je ertoe. Iedereen werkt toe naar een moment dat je weer keihard kan knallen. En het zag er allemaal mooi uit. Maar was het te mooi waard te zijn. En is het gewoon te snel gegaan en niet zorgvuldig. Nee. Het dansen laat nog heel even op zich wachten. De achtertuin die is in ieder geval wel open. Je kunt in ieder geval het terras wel gewoon op. Dus laten we daar in ieder geval dan wel positief mee afsluiten. Dat kan wel gewoon, hè? Ja, 100%. En kijk, we gaan. Het is gewoon nu teleurstelling. En we doen wat we kunnen. We hebben een hartstikke lekkere kaart. We kunnen lekker snacken. En we hebben wel gewoon achtergrondmuziek. En het is gewoon een hele fijne omgeving. Dus natuurlijk, we gaan ervoor. En hopelijk dat we dit snel achter ons kunnen laten. Dat we vanaf 13 augustus de vierdaagse in kunnen halen. Dat is wel een idee wat we hebben. Dat we toch gewoon door gaan schuiven. En dan vieren we de vierdaagse maar de laatste week van augustus. Of zo, weet je wel. Kijk, precies. Dan kan ook gewoon de vierdaagse even een paar weekjes verplaatsen. Is helemaal geen probleem, toch? Ja, nee, dat is het. Ja. Brent, dankjewel. En we wachten met smart af tot we die eerste dans weer opnieuw met z'n allen kunnen vieren. Ja, zeker. Nou, dank voor de aandacht en succes met het programma. Fijne avond. Hey, fijne avond. Hoi. Oké. Ja, oké. Nou, dat is fijn. Wij zijn er gewoon de hele zomer met Impro The Weeknd. We gaan gewoon door. Ja, we gaan gewoon door. Online met nieuwe video's, specials. Een zomerspecial komt eraan. Oeh. Elke zaterdag tussen 6 en 8 uur voelt niet te missen in de zomer. Of naar code rood, geel of oranje. Het maakt niet uit. Wij gaan niet op vakantie. Speciaal voor jou. Wat komt ook alweer op ons YouTube-kanaal te staan? Nou, we hebben meerdere series opgenomen. Oeh. In het kader van muziek, maar ook andere dingen. En die specials die kun je dus binnenkort allemaal checken bij ons op het kanaal. Mis het niet. Elke zaterdag tussen 6 en 8, Him for the Weeknd.